Goedendag. We begonnen de dag vandaag op heel veel plaatsen nog met wat bewolking. Maar uiteindelijk kregen we op sommige plekken nog wel eventjes de zon te zien. Daar trokken er ook nog enkele buien over. We waren wel lokaal van karakter, maar morgen gaat dat wel veranderen. In de loop van vrijdag nadert er namelijk een lage drukgebied vanuit Duitsland. Met daarbij fikse buien, mogelijk ook weer onweer en heel veel neerslag in korte tijd. Wie weet lokaal wel weer een maandsom aan regen. Daar gaan we eens even wat verder op in. Daarvoor pak ik het Duitse Iconweermodel erbij. We hebben op dit moment te maken met een lage drukgebied ten noordwesten van Nederland. Bij ons een zwakke zuidoostelijke stroming. En met die zuidoostelijke stroming wordt dus ook uiteindelijk dat buiengebied aangevoerd. Met her en der dus kans op wat onweer. Heel veel neerslag in korte tijd. Met name vrijdag overdag en in de nacht naar zaterdag gaat dat plaatsvinden. Zaterdag overdag is het weer overwegend droog. Maar vanaf zondag gaat de stroming richting het zuidwesten draaien. Wordt het opnieuw echt vrij onstabiel. Met kans op enkele buien, opnieuw ook onweersbuien. En de komende dagen staat dan ook echt wel in het teken van dat ja, soms wel onstabiele weertype. En de temperatuur die blijft daarbij wel aardig op peil. vaak boven die 20 graden. Kijken we even iets verder naar Nederland en dan pak ik het harmonieweermodel erbij. Dan zien we eerst nog die buien die vanmiddag nog overtrokken. Echt wel lokaal van karakter, maar in de loop van vrijdagnacht nadat dus vanuit het zuidoosten dat buiengebied, buien geregen en her en der dus ook weer kans op onweer of hagel. Mocht je net onder zo'n strook liggen, zo'n buientrein die dan overtrekt, dan kan dat dus lokaal weer hele grote neerslagsommen gaan opleveren. En dat zien we ook goed terug in deze neerslagaccumulatie. Op heel veel plaatsen gaan we naar meer dan 10 mm, maar het zou me niet verbazen als we lokaal naar 40 of 50 mm regenwater gaan. En dan zit je zomaar weer richting die hele maandsom, wat normaal in de hele maand mei valt. En je moet je ook voorstellen, in sommige delen van Noord-Brabant en aan de kust van Noord-Holland, maar ook natuurlijk in buitenpost in Friesland, misschien heb je daar ook wel die beelden van gezien, van die extreme regenval daar, meer dan 100 mm in een paar uur tijd. Dat is er natuurlijk al geval en als dit er ook nog eens bij komt, dan kunnen we echt wel een hele natte mei maand gaan verwachten. In de weersymbolen ziet het er in ieder geval zo uit nog voor. Vanmiddag temperaturen zo tussen 17 en 20 graden, met dus af en toe een bui, met name in het oosten en zuiden van het land is dat het geval. En er staat daarbij een matige wind uit zuidwestelijke richtingen. Vanavond is er nog een enkele bui mogelijk, temperaturen zo tussen 14 en 16 graden. Maar op heel veel plaatsen is het ook gewoon droog, met nog wat ruimte voor de zon. En vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 9 tot 11 graden. De wind die zwakt af is echt zwak van kracht. Op sommige plaatsen waait het nauwelijks en daardoor kunnen er ook gemakkelijk enkele mistbanken gaan ontstaan. Morgen starten we dan nog droog, maar vanuit het zuidoosten raakt het al snel bewolkt en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Zeker aan de voorzijde van het buiengebied kan dat onweer zich voordoen. En daar moet je dan ook echt wel rekening mee houden. Sommige plaatsen kan dus erg veel regenwater gaan vallen en is wateroverlast mogelijk. Het is daarbij wel vrij zacht voor de tijd van het jaar. Met temperaturen zo tussen 18 en 22 graden. Die maxima worden overigens wel gehaald voordat dat buigengebied ons land bereikt. Want als dat buigengebied eenmaal overtrekt, daalt die temperatuur gelijk een aantal graden. Dan kijken we nog even naar de zaterdag, dan starten we nog met die buien, waarschijnlijk met name in de noordelijke helft van het land. Uiteindelijk wordt het een stuk droger, komt de zon nog even tevoorschijn en dan hebben we eigenlijk een hele vriendelijke dag met temperaturen zo tussen 18 en 21 graden met daarbij een matige wind uit noordelijke richtingen. Op zondag, dan draait de wind weer naar het zuidwesten, wordt echt wel zachte lucht aangevoerd, gemiddeld een graad of 21, in het oosten zouden we zomaar naar 23 graden kunnen gaan, maar dan worden in de middag opnieuw enkele onweersbuien aangevoerd. De dagen daarna gaat de temperatuur iets omlaag naar 18 of 19 graden. Blijft er dagelijks kans op een enkele regen- of onweersbui. Maar tussendoor zijn er dan ook echt wel droge momenten met ruimte voor de zon. Tot de volgende keer.